Blijkbaar zit er iets in zijn stem en in zijn opnames wat hem nog steeds levend houdt. Ik zeg wel eens dat Elvis een moderne heilige is. En dat betekent, daarmee bedoel ik dat hij niet ideaal is om na te leven. Hoewel, een beetje van zijn talent wil iedereen denk ik wel. Maar je kan ook een les leren van hoe je niet moet leven. Laat ik zo zeggen, zorg voor echte vrienden, zorg voor een goede relatie. En blijf van, word niet verslaafd.